maanden. Want we hebben nog een paar maanden Utopia. Even ervan uitgaan dat je gewoon op een eieren zit. En dan heb je nog wel een paar maanden de kans om te laten zien wat je waard bent. In ieder geval op een vlak. Kijk, weet je wat het is? Als je... Je hebt natuurlijk het modellen. De modellencarrière. Wat voor punt wat je wil maken dan? Het presenteren. Ja? Is het niet belangrijk om je wel echt vol te gaan focussen op één ding? Nee, dan zou ik me te snel gaan vervelen. Ik vind het juist leuk om met meerdere dingen bezig te zijn. Juist, nu we nog 2 maanden hebben. Lijkt het me heel erg leuk om te leren draaien. Ja, maar, dat maar goed, als je nu in één keer niet meer achter me staat, dan heb ik ook liever dat je het er niet met me over hebt. Nou, dat hoor je me helemaal niet zeggen. Nee, maar dat vraag ik nu. Dat is de vraag. Ik ben je toch aan het helpen al dagenlang? Ja, alleen daarom. Het is voor jezelf ook wel belangrijk om nog wel een visitekaartje af te geven. En als we het een week geleden beginnen nog in de vergadering over dat je een desk wil. Maar daar heb je voor de rest, voor zover ik weet, behalve het onderzoek, nog niet echt actie ondernomen. Ja. En presteren is wel al heel lang een droom van je. En zo kan je jezelf ook de komende maanden op de kaart zetten. Ja, maar dat ik nu wil leren draaien betekent niet dat ik geen presentatrice meer wil worden. En dat ik dat visitekaartje niet meer kan afgeven. Maar zorg dan wel dat je daar gas mee geeft. Ja. Want inmiddels zijn we alweer een week geleden en heb je in principe je eerste opname al kunnen hebben. Ja, Jessie, dankjewel. Nou, ik bedoel het alleen goed, hè? Ja, natuurlijk. Ik heb het idee voor het presenteren en uiteindelijk wil je DJ worden en help ik je mee met de DJ. Dus ik zit je niet in de weg, ik help je met alles mee. Daarom zeg ik ook dankjewel.